Muziek afspelen anno nu. Je neemt een abonnement op een muziekstreamingdienst. Je hebt in één keer 30 miljoen liedjes onder handbereik. En die artiest die ontvangt ook nog automatisch 1 microcent als je een keer een liedje afspeelt. Nog nooit was muziek afspelen zo makkelijk. Maar het is ook wel saai. Met zo'n digitale stroom sta je verder van de artiest dan ooit. Tenzij je misschien nog eens een keer een concert bezoekt. Nee, we gaan plaatjes draaien. Dat is hier helemaal in opkomst en dat is niet voor niets. In plaats van de onbegrijpelijke rij 1 en 0 die een digitale track maar eenmaal is, zit de muziek van de LP in een groef. Nou, om die goed te kunnen afspelen, moet je een platenspeler hebben. Nou, we zijn hier bij een bekende grote winkel en je ziet al hoeveel keus er is. Nou, en online is er nog veel meer. We hebben 28 van deze platenspelers getest en de resultaten daarvan vind je in de consumentengids en ook op consumentenmond.nl. Nou, dit zijn de gewone platenspelers. Die moet je dus zelf nog op een versterker en op speakers aansluiten. Nou, daar zitten hele goede tussen. En dit zijn de koffergrammofoons. Er zit een versterkertje en de speakers zitten al ingebouwd. Je hoeft eigenlijk niks mee te nemen, aansluiten en klaar. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Van de 8 koffergrammofoons die we hebben getest, was er eigenlijk niet één goed. Nou ja, en als je wat dichterbij gaat kijken, dit lijkt wel leer, maar is gewoon nep. En dit houdt ook niet echt. Het is eigenlijk gewoon nep nostalgie. Dit soort plaatsspelers gaat ook nog eens een keer niet zo heel erg voorzichtig met je LP om. De toonarm die werkt niet heel erg soepel. De naald is van niet al de beste kwaliteit en drukt ook nog eens een keer erg hard op je LP. Kortom, als je dan toch retro wilt, kan je beter een echt tweedehandsje kopen. En daarmee kan ik ook beter uitleggen waar je allemaal op moet letten. Ik heb hier een model van Zolder. Deze komt van de Kringloop en die heb ik gevonden op een site met tweedehands spullen. Een plaatsspeler moet stevig en hij moet goed recht staan en iets wat je daarbij kan helpen is zo'n waterpasje. Dit is het plateau. Het moet heel gelijkmatig draaien. Nou, er zijn twee manieren voor. Eén met een motortje direct op de as, dat heet direct drive. Zo'n speler heeft een wat lichter plateau en hij start ook heel snel. En er kan ook niet zoveel een stuk, maar ze zijn wel wat duurder. DJ's hebben eigenlijk altijd zo'n speler en vaak kan je dan ook de snelheid een beetje regelen, maar dat kan bij deze niet. De andere manier is met een riempje. Het plateau is dan wat zwaarder. Het riempje zorgt ervoor dat de trillingen uit het motortje moeilijker bij de naald terecht kunnen komen. Maar zo'n riempje kan wel verweren, daarom heb ik een nieuwe besteld. Dit is de naald. De punt is eigenlijk altijd van diamant en dat gaat zo'n 1000 uur mee. Bij twijfel moet je hem wel even laten controleren, want anders beschadig je je platen wat sneller. De goedkoopste plaatspelers die hebben een punt van saffier en dat slijt tot 10 keer zo snel. Daar moet je dus echt wel een beetje mee opletten. Dit is het element. Hierin worden de trillingjes van de naald omgezet in elektrische stroompjes. Nou, je hele platenspeler die moet al behoorlijk precies gemaakt zijn, maar dit is pas echt een precisie-instrument. En het heeft een behoorlijk bepalende invloed op de geluidskwaliteit. Alle platenspelers uit onze test die zijn getest met het element dat de fabrikant er zelf bij levert. Maar je kan ook zelf op zoek naar iets beters. Want de meeste elementen die hebben standaardafmetingen. Ze gaan trouwens ook veel langer mee dan een naald, maar ze hebben niet het eeuwige leven. Deze klinkt niet meer zo goed, dus daarvoor heb ik ook een nieuwe besteld. Vervangen is wel een heel precies klusje. Je kan het zelf doen, maar je kunt het ook later doen. De elektrische stroompjes uit het element zijn veel te zwak voor een moderne versterker. Bovendien zijn in de groef de hoge tonen ook wat sterker aangebracht dan de lage tonen, dus dat moet ook nog rechtgetrokken worden. Je hebt er dus een extra versterker voor nodig, een platenspeler voorversterker. Nou, dat is zo'n kastje. Die sluit je aan tussen je platenspeler en je gewone versterker. Nou, deze is 30 euro, hij doet het prima. Maar let op, er zijn wel elementen die eigenlijk een duurder soort versterker nodig hebben. Na deze versterker kan je hem eigenlijk op alles aansluiten met een gewone geluidsingang of een auxiliary ingang of een aux ingang. Bij oude versterkers zat dit eigenlijk altijd ingebouwd. Die hadden gewoon een speciale platenspeler aansluiting. Nou, tegenwoordig dus niet meer, maar het komt nu ook wel voor dat bij een nieuwe platenspeler dat het kastje in de platenspeler is gebouwd. Nou, dat is niet altijd het geval, dus als je een platenspeler koopt, let daar dan op. Heb je dit nodig of niet? Dit is de arm. Die moet licht en toch stevig zijn en hij moet vooral heel soepel kunnen draaien. Let bij een tweedehandsje op dat er geen speling in zit, want dat is niet de bedoeling. Deze heeft geen speling, deze heeft wel een beetje speling. Nou, je kunt hier het gewicht instellen. Je kunt op vertrouwen dat wat erbij staat, dat dat klopt. Maar je kunt ook voor ongeveer 10 euro een heel klein weegschaaltje kopen en dan weet je zeker dat het klopt. De beste naalddruk hangt af van je element en meestal is dat zo'n 2,5 gram. Zowel te zwaar als te licht instellen betekent wel dat je je plaat kunt beschadigen. Pas daar dus mee op. Deze instelling heet de dwarskrachtcompensatie. In de groef is er aan de ene kant van de groef het geluid voor het linkerkanaal en aan de andere kant van de groef is het geluid voor het rechterkanaal aangebracht.
Nou, de naald die mag niet te veel de ene kant of de andere kant op drukken. En met dit knopje regel je dat. Als je je naald laat zakken op een glasplaatje, dan zie je een beetje wat er gebeurt. En de waarheid ligt ergens in het midden. En je kunt het ook veel wetenschappelijker aanpakken, dat instellen. Sterker nog, je kunt met dat fijn afstellen met je plaatsspeler, kun je echt uren vermaken. Maar dat gaat niet lukken binnen dit filmpje. Dus door naar het volgende. We hebben het over een analoog medium en dat betekent dat je last kunt hebben van stof. Dus maak die plaat af en toe schoon en kijk ook af en toe op de naald, want ook die kan vies worden en die moet je heel voorzichtig schoonmaken. Je kunt de plaat schoonmaken met zo'n borstel, maar er zijn ook wat grondiger schoonmaakmethoden. En denk er ook aan dat je na het spelen de plaat weer terug doet in de hoes. Nou, al met al, dat plaatspelen, dat lijkt al een heel gedoe. Maar dat je er even voor moet gaan zitten, dat je er even de tijd voor neemt, dat maakt het nou net zo leuk. Koop je een nieuwe, dan heb je wat meer zekerheid en gemak. De spelers die we hebben getest, die waren tussen de 70 en 500 euro. Je hoeft niet echt heel veel uit te geven om toch heel veel lol te hebben. Als je nog vragen hebt, stel ze onderaan deze video en kijk voor meer informatie op onze website.